SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de competitiewedstrijd Urk Noordse Schut, gespeeld op zaterdag 28 augustus 2021. Scheidsrechter deze middag is de heer Van der Vrande. En voorafgaand aan de wedstrijd het heugelijke feit dat voorzitter Dick Hellinga het 1500ste lid van SV Urk in de bloemetjes mocht zetten. Goed, en na het voorstellen van de teams en de TOS was het de beurt aan onze pupil van de week, Kees Blom. Die mocht proberen om de keeper van Noordse Schut het eerste doelpunt om de oren te schieten. Hij gaat er in ieder geval vlot van tussen. En hier weet hij in de korte hoek de doelman van Noordse Schut de bal uit het net te laten vissen. Goed, dan gaan we weer van start. Na ruim bijna een jaar geen competitievoetbal wil Urk natuurlijk gelijk in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen laten zien dat ze deze eerste wedstrijd graag willen winnen van Noordse Schut. De ploeg die vorig jaar in de hoofdklasse kwam vanuit de eerste klasse. En toen de competitie werd stopgezet, eigenlijk nog niemand een idee had van wat de ploeg nou daadwerkelijk kon. U zag net de eerste kans voor Urk voor Hessel Snoek. De bal die ging net naast het doel van doelman Zinger van Noordse Schut. En hier is het Noordse Schut in de aanval, maar deze wordt afgevlacht voor buitenspel. De aanvaller van Noordse Schut was het daar niet echt mee eens. Dan Urk weer over de rechterkant. Ieder Nijntjes. Toch wel verrassend in de ploeg bij Urk. Ten faveur van Dick Hakvoort. Weer een leuke paasje, maar net iets te hard van Riekeld Jan op Riekeld Nijntjes. En gaat deze bal achter het doel. Toch was het overgrote deel van het balbezit was voor Urk dat heel vroeg druk zette op de verdediging van Noordse Schut. Die vaak niet verder kwamen dan 20, 30 meter van het doel en dan de bal alweer kwijt waren. Een paasje van Riekeld Nijntjes die hem zelf weer opvangt. Riekeld Jan Brands met een voorzet op Hessel Snoek. Maar die komt een voetlengte tekort om het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen 21-22 voor Urk te maken. Nou, hier opnieuw de opbouw van Urk van achteruit. Benny Dunnink, aanvoerder Benny Dunnink. Met in zijn buurt Johannes Schrijver, maar dan kiest hij voor de brede bal op Riekeld Jan Brands. Die op zijn oude vertrouwde linkerpositie stond. Johannes Schrijver in de richting van Ieder Nijntjes. Gaat weer terug. Urk toch wel voorzichtig in de opbouw. Dan gaat hij naar Riekeld Jan Brands. Die kapt naar binnen toe. En die denkt van kom, ik haal maar eens uit. Een goede redding van keeper Zinger van Noordse Schut. Maar zoals u hier ziet, de druk van Urk gelijk vanaf het begin erbovenop. Lucas Nagel. Balletje op de buitenkant op William de Boer. Kan de bal net binnen houden. Schijnbeweging. Legt dan de bal terug op de 16. Lucas Schraal. Je ziet een Noordse Schut met mannenmacht loopt te verdedigen. En dan is het Riekeld Jan Brands en dan William de Boer bij de tweede paal. Maar die krijgt de bal net niet goed op zijn hoofd om Urk op een 1-0 voorsprong te brengen. Dan hebben we in de tussentijd toch al een klein half uurtje gespeeld. Je ziet hier weer Ieder Nijntjes met een ingooi. Wordt dan opgevangen. Benny Dunnink, scheidsrechter van de Vrande, keurig op de bal. Benny, en dan komt de bal via bij William de Boer. Die denkt de 1-0 te maken, maar dan is er gevlagd voor buitenspel. Zijn de spelers van Noordse Schut een beetje boos op de scheidsrechter vanwege een vermeende overtreding van Benny Dunnink. Maar Van de Vrande laat het hierbij. Geen 1-0 dus. Maar het is duidelijk dat de druk van Urk Noordse Schut binnen niet al te veel tijd toch te veel zal worden.
Riekelt Jammerans. Riekelt Nijntjes. De linkerkant. De voorzet van Riekelt Nijntjes is te kort. Wordt weer opgevangen door Riekelt Jammerans. Die legt hem terug op Johannes Schrijver. Maar zijn schot wordt geblokt. Dan is het gewoon een attente Klaas Kramer die bal op weet te vangen. Dan komt de bal weer bij Riekelt Nijntjes. Probeert de achterlijn te halen. Legt hem dan weer terug op Johannes Schrijver. En dan is het Hesselsnoek. En via een tegenstander lijkt het gaat de bal over het doel van doelman Zinger van Noordse Schut. Maar dan wordt het toch gewoon een doeltrap. Het wordt misschien vervelend, maar het was opnieuw Urk, Benny Dunnik, Ieder Nijntjes. Komt er een voorzet richting Lucas Schraal. Kopt hem terug. Hesselsnoek. Geen overtreding van Hesselsnoek. En dan een schot van Lucas Schraal. Wat een klein half metertje naast het doel van Noordse Schut gaat. Zo blijft de stand nog steeds 0-0. Richard Strijker. Lange bal opgevangen door een verdediger van Noordse Schut. Maar die is hem gelijk weer kwijt. En Johannes Schrijver die hem op zijn beurt ook weer kwijt is. Noordse Schut via de rechterkant. Via nummer 7 Melvin Mol. Komt er een voorzet. Wordt weggekopt. En is de schot van de nummer 11 Robert-Jan Hamberg. Maar die wordt keurig gepakt door Richard Strijker. Dat was het eerste gevaar. En achteraf gebleken ook het laatste gevaar van Noordse Schut in de hele wedstrijd. Benny Dunnik weer in de opbouw van Urk. Klaas Kramer. Riekelt Jammerans. Komt er een voorzet van Riekelt Jammerans. Die is perfect op maat voor Hesselsnoek. Komt keurig voor zijn man. En brengt zo Urk 5 minuutjes voor de rust op een 1-0 voorsprong. Een verdiende voorsprong natuurlijk. Gezien het vele balbezit van de ploeg van Gert-Jan Karsten. Hier nogmaals in herhaling. De perfecte voorzet. Keurig binnengeknikt door Hesselsnoek. Urk op de zo gewenste 1-0 voorsprong op een prachtig moment. Minuutje 5 voor rust. En de ploeg van Karsten wil natuurlijk meer. Hier gelijk weer volop druk op de verdediging van Noordse Schut. En hier een overtreding van Benny Dunnik. Maar een aantal spelers van Noordse Schut vrij kwaad worden. Dat levert Benny Dunnik een gele kaart op. En voor deze duw krijgt ook Riekelt Jammerans een gele prent voorgeschoten door de scheidsrechter. Want er waren 2 van de 3 gele kaarten die in deze wedstrijd vielen. Even daarvoor was de nummer 4 van Noordse Schut. En dat is Dennis Hooyer ook op de bon gegaan. Bij de goed leidende scheidsrechter die lekker mannelijk voetbal toeliet. Op de juiste momenten het zaakje kort hield. Een vrije trap. Maar dan is het toch wel een klein beetje opportunistisch van de nummer 7 Melvin Mol om vanaf die afstand op het doel van Richard Strijker te schieten. Dan gaan we zo langzamerhand richting de rust. Hier Urk weer over de linkerkant met een voorzet van Riekelt Jammerans. Die hier bijna in dreigt te zeilen bij de tweede paal. Maar Doelman Zings is attent en weet deze bal keurig te vangen. Is er een overtreding gemaakt op een speler van Urk. Een vrije trap voor Urk genomen door Lucas Nagel. De bal voorbrengt. Dan de afvallende bal voor William de Boer. Een klein beetje van richting veranderd. Vliegt de bal in het net. 2-0 voor Urk. Het 100ste officiële doelpunt van William de Boer in dienst van SV Urk. Doelpunt waar hij al lang naar zat uit te kijken en nu eindelijk gescoord. Het is natuurlijk fantastisch dat je 100 doelpunten in competitie- en bekerwedstrijden voor het eerste team van de club hier weet te maken. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. De tweede helft, daar gaan we natuurlijk mee verder. En het spelbeeld zou echt niet veranderen in de tweede helft. Een aanval natuurlijk, een verdedigend Noordse Schut. Dat probeerde er af en toe uit te komen, maar geen mogelijkheid ertoe kreeg voor Van Urk. En dan is het nog geen 2 minuutjes na rust. Doelpuntje nummer 101 van William de Boer. Nummer 3 van Urk deze middag. En eigenlijk is in de 47e minuut de wedstrijd dan al zo'n beetje gespeeld. Urk op een keurige 3-0 voorsprong.
Hier binnenkantje voet. En de keeper van Noorse Schut en de verdediger op de lijn kansloos. Daarna hetzelfde laken en pak. Paasje van Riegelt Jan Brands op de, naar de rechterkant toe. En dan zit hier Ieder Nijntjes die de bal weer verovert. Even met zijn tegenstander in clinch. Dan toch tot een voorzet komt. En dan is het de koppel van Essen Snoek en een fantastische redding van doelman Zinks. Die voorlopig de 4-0 van het scorebord weet te houden. Dan een van de spaarzame momentjes van Noordse Schut. Een corner. Genomen door Melvin Mol. Richting Robert-Jan Hamberg. Voorzet. En dan een kopballetje. Maar dat gaat ruim over het doel van Richard Strijker. Die voor de rest deze middag wat de doeltrapjes moest nemen. En wat terugspeelballen te verwerken kreeg. Johannes Schrijver richting Ieder Nijntjes. Een verdienstelijke partij speelde. Als debutant in een officiële wedstrijd voor Urk. De voorzet van Lucas Nagel. Dan is het William de Boer met een vrije kans. Maar opnieuw een prachtige redding van doelman Zinks. Dat had eigenlijk de 4-0 en de hat-trick van William de Boer moeten zijn. Dan is in de tussentijd Hendrik, niet Hendrik natuurlijk, maar Pieter Brands ingevallen. Hij is in het veld gekomen voor Lucas Nagel. Een lange bal op William de Boer. Een voorzet terugleggen op Riegelt Nijntjes. En is niet droog in de korte hoek. Keeper Zinks kansloos. Urk op een 4-0 voorsprong. Daarna wordt er nog twee keer gewisseld bij Urk. Klaas Romkes komt in het veld voor Hessel Snoek. En Ronald Wezelmaal vervangt de geblesseerd geraakte Ieder Nijntjes. En ook de trainer van Noordse Schut begint langzamerhand te wisselen. In totaal brengt hij vier wissels. Vier verse spelers in het veld. Het laatste half uur verzandt de partij. Jammer genoeg toch wel. Bij Urk waren er een paar spelers die nog wel wilden. Maar en ook een aantal die het wel goed vonden. De 4-0 voorsprong. Dus het werd allemaal wat slordiger. Wat ongeïnteresseerde. Wat slechte passes. Dus toch Lucas Schaal. De rechterkant richting Riegelt Nijntjes. Die legt de bal breed. Pieter Brands. En dan komt er nog een schotje. Maar een simpele prooi voor doelman Zinks. Vrij trap Urk. Riegelt Jan Brands. William de Boer. Riegelt Nijntjes. Die begint aan een solo. En probeert met rechts in de verre hoek te schieten. Dan is inderdaad het net al aangekondigde wisselmoment. Die Klaas Romkes zich klaarmaakt. En ook Ronald Wezelman. Die hier in beeld komt. Een paasje op de eveneens ingevallen Klaas Romkes. Die zijn tegenstander poort. Dan net eventjes één tegenstander te veel wil passeren. Maar opnieuw toch wel de snelle druk van Urk. Lucas Schraal met een voorzet. Bij de tweede paal maar net te scherp. Voor William de Boer. Maar zoals gezegd, Noordse Schut kwam ook iets pietje uit het schulp. Lijkt hier gevaarlijk te worden, maar het zal opnieuw de verdediging van Urk zijn. En in dit geval is hetzelfde grensrechter die buitenspel constateert. Toch nog een kleine 350 toeschouwers aanwezig bij het eerste competitieduel. Prachtige weersomstandigheden. In ieder geval om te voetballen. Beetje een harde wind over het veld, maar de beide ploeg hadden er toch weinig hinder van. Lucas Schraal weer. Passeert zijn tegenstander. En denkt dan, ik probeer het maar eens in de korte hoek. Maar ook keeper Zinks ligt daar in de weg. Toch wel de man met Noordse Schut die ervoor gezorgd heeft dat het uiteindelijk bij een 4-0 overwinning blijft voor Urk. Scheidsrechter Van der Vrande fluit hier voor het einde. U kunt nu nog kijken naar de interviews met de beide trainers van Urk en Noordse Schut. Wij danken u nogmaals voor uw komavond. De man of the match vandaag is geworden William de Boer. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties.
Totec installatietechniek. En No Milk Today. Dus naast mij Mark van Meel, de trainer van Noordse Schut. Ja Mark, iedereen die de wedstrijd gezien heeft, die zegt van een kansloze nederlaag en een goede overwinning van SV Urk. Ja, daar ben ik het gewoon mee eens. Allereerst moet ik wel zeggen dat ik heel blij ben, hè, dat we vandaag weer mochten. Ik denk dat ze hier bij Urk daar zeker van genoten hebben. Vandaag heel moeizaam, na een wisselvallige voorbereiding qua opkomst van jongens. Een aantal jongens nog op vakantie. Wisten we ook wel dat we qua fitheid nog moesten groeien. We waren erop uit om in ieder geval de eerste 20 minuten goed door te komen. Dat lukte in ieder geval. Af en toe met kunst en vliegwerk. Maar we hadden het gewoon heel erg zwaar. Dan hoop je. En we voelden eigenlijk aan de kant dat rond die 30ste minuut ook wel wat onrust in het spel van Urk kwam. Dan krijg je een fantastische voorzet en een fantastische kopgoal. Hè, waardoor je op achterstand komt. En ja, daar kun je veel van zeggen. Ik weet dat we met 3 centrale spelen. Maar de voorzet, dat was kwaliteit. Ja, die tweede afvallende bal, hè, die we in eerste instantie gewoon goed winnen. Dan krijgt William de Boer de bal voor zijn linker. Goede aanname en dan is het 2-0. En dan is het rust en dan blijkt na de rust, kunnen jullie ook niet het spel omzetten en de wedstrijd wat meer naar je toe halen. Hetzelfde spelbeeld waarbij jullie de verdedigende ploeg zijn en Urk die krijgt heel veel vrijheden. Ja, het plan was om in ieder geval nog even het geduld te hebben om zo te blijven spelen. Maar goed, dan weet je bij 3-0 dat het in wezen al klaar is. Ja, en dan moet je de schade beperken. Gelukkig is dat gebeurd. Het had ook 5-6-0 kunnen zijn. Maar bovenal vind ik dat we aan de bal heel matig hebben gespeeld. Ja, dan de vraag van Noordse Schut. Ja, na 1 wedstrijd, altijd moeilijk te zeggen. Is Noordse Schut na de promotie, want vorig jaar maar 6 competitiewedstrijden, promotie het jaar ervoor. Is Noordse Schut hoofdklasse waardig? Ja, dat is de grote vraag. Ik heb ook in de bespreking gezegd dat we individueel en als team moeten laten zien dat we mee kunnen. Wetende dat je vandaag een hele zware tegenstander treft. We weten ook dat we een paar andere ploegen, dat onze concurrenten zijn. Hier word je niet blij van. Hier moeten we zeker naar kijken. Zeker het moment vlak na rust bij de derde goal. Die komt gewoon veel te snel. Maar we gaan vaker wedstrijden treffen waarbij we aan het kortste eind trekken. Helaas was dit de eerste. Goed, ik wens je in ieder geval wel veel succes in de komende wedstrijden, want er zijn er nog heel veel. En hopelijk dat die verbetering in kan treden. Dit was een verdiende overwinning voor SV Urk. Mark van Meel, succes met Noordse Schut. Dankjewel. Ja, daarnaast mij Gert-Jan Kasten. Ja, Gert-Jan, een gelukkige trainer. Als je de overture van het seizoen met een finale overwinning begint, dan kan het niet anders dan dat je zegt van, hier staat een gelukkige trainer. Nou, dan ken je mij niet, Peter. Goed, wat is dat jou nog niet gelukkig maakt? Nou ja, ik denk dat het bijna de hele analyse door de tegenpartij netjes verwoord is net. Maar als je het eerste half uur 3 keer alleen voor de keeper komt, eigenlijk in de eerste minuut alweer en die mis je weer. Dan zie je inderdaad na een half uur dat het steeds moeizamer wordt. Dan maken we gelukkig 2 prachtgoals vlak voor de rust. Dan kom je geweldig uit de kleedkamer met 2 prachtgoals. En dan neem je het laatste half uur een snipperdag als elftal met veel publiek, volle businessclub. Nou, en ik heb voor de wedstrijd gezegd van wij zullen zorgen dat we wat bieden. Als jullie met z'n allen elke week komen. Nou, dat hebben we een uur lang gedaan. Niet alles perfect, maar wel prachtige goals gemaakt. Maar het laatste half uur hadden we echt meer moeten doen. Het is gewoon te weinig en dat verbeterpunt. Dat is in ieder geval een verbeterpunt. En dan denk ik van ja, dat is dat euvel misschien wel waar je in de voorbereiding ook op doelde. Hè? De aanval op zich, maar vooral dat afrondende gedeelte. Is dat iets wat heel intern in die ploeg zit? Of zeg je van, dat kan ik er wel uitkrijgen ook? Nou, je moet om te beginnen ook de keeper even een compliment maken, want die pakt gewoon een paar wereldballen. Zeker op de lijn een paar reflexen dat ik denk 1-1, ja, daar kun je ook niks van zeggen. Dat is keurig gekiept. Maar het laatste half uur... Heb je het over de keeper van Noordse Schut? Ja, zeker. Want onze keeper die hadden we beter vrij kunnen geven, want die was donderdag ook een beetje geblesseerd geraakt. Die heeft geen bal gehad. Maar het gaat mij erom dat het laatste half uur de intensiteit van Urk gewoon wegviel. En je wisselt frisse jongens erin. En ik vind gewoon als we thuis spelen zeker, maar eigenlijk altijd, je moet gewoon maximaal bieden.
en proberen om het publiek te vermaken. Ik ben een beetje een romanticus. Ik heb ook 100.000 keer de vraag gehad, waarom word je trainer op Urk? Nou, omdat ik dat een mooie club vind. Nou, en wij moeten mooi voetbal spelen. En dat hebben we het laatste half uur niet gedaan. En dat merkte je eigenlijk ook wel aan de spelersgroep. Want die waren in het veld ook niet helemaal zo positief tegen elkaar. En nou, ik denk dat we daar gewoon weer in moeten groeien. We moeten fitter worden, maar we moeten ook... Kijk, we staan al bovenaan met 4 goals verschil, saldo. Maar het had nog weer mooier gekund. En ik vind, je moet het publiek vermaken. Ik vind het jammer van de laatste 20 minuten. Maar ik heb genoten van de 4 doelpunten, want het waren echt voetbalgoals. En prachtige doelpunten. Dat is in ieder geval heel mooi en de verbeterpunten heb je al aangewezen. Mag ik nog 1 verbeterpunt aansnijden? Je hebt in mijn beleving 8 of 9 corners gekregen, in ieder geval vrij veel. Ook wat dode spelmomenten, vrije trappen. Ja, daar komt nog tot nu toe heel weinig tot niets uit. Is dat ook iets wat jouw aandacht heeft? Nou, we hebben er dinsdag op getraind en donderdag op getraind. En donderdag zijn we de hele partij begonnen met een hoekschop. De eerste 2 zaten er gelijk in. Dus misschien kunnen we ze van de training meetellen op zaterdag. Want in de wedstrijden gaat het nog wat minder. En dat, ook dat is inderdaad een verbeterpunt. Moet ik wel zeggen dat de uitvoering vandaag in ieder geval al beter was. En dat wil zeggen, je maakt afspraken over variaties, een stuk of 3, 4. En vorige week hebben we de 36 gehad. Echte corners, dus geturfd. 36 corners. En dan doe je maar wat. En nu zit er in ieder geval alweer meer ideeën in, meer lijn in. En de komende weken gaan we nog wat oefenen en wat trainen. En dan zal dat alleen maar hopelijk beter worden. Maar als we die er ook nog in gaan schieten, Peter, dan wordt het hele grote uitslagen. En dan krijgen we een schitterend seizoen met volgende week nog een uitwedstrijd. En die week erop, dan zien we elkaar allemaal weer graag terug hier in de wedstrijd tegen AZVV. Gert-Jan, volgende week succes en tot over 14 dagen hier voor de camera van SV Urk. Dankjewel.